Weet je, ik heb dit erin gedaan. Maar volgens mij lijkt het maar. Waarom heb ik maar. Ik heb het er 3 keer in gedaan. Volgens mij is het maar 1 keer gewerkt. Ja. Welkom en hallo iedereen. Welkom. Ik ben fucking gaar vandaag. Het werkt. Het vooral kut is, want we hebben dit al opgenomen. Alleen ik heb Audacity uitgedaan zonder te extracten. Ik weet niet waarom, maar ik deed het. Ja. En ik kan alleen mijn dingen uit de linkeroor horen. Geweldig. Ja, dit is voor de rest van voor de dag is eigenlijk mishandelijk voor Jesse. Maar ja, ja. Laatste keer. Wat gebeurde de laatste keer, Jesse? We hebben Martin Boe uit de Superboe gehaald, waardoor hij Kidboe werd. En nu plaatst hij de planeet op. En pas wat Goku onze goede vrienden meeneemt naar de Kai planeet toe, nemen ze Hurko en Dende mee. What the fuck? Ja, yeah, I know, right? What the fuck? Dus ik wist dat Gohan een goede afleiding zijn. Ja, ik wist dat Gohan zou waarschijnlijk sterk genoeg zijn om Kid Boo te kunnen verslaan. Alright. How idiot, how could you? You saved the Namek boy and a big oaf instead of your own sons? Have you lost your mind? How could Boo destroy the... we moeten toch wel kunnen weten, Boe is niet echt aardig om ons. Red is gone, die zei, I put your diaper old man, please, you don't know what you're saying, this isn't Earth, this is the hollowed planet of the Kais, and he's not the man, he's a supreme Kai. He does look kind of funny, what's the Kai, some kind of purple leprechaun? No, the Kais are the illustrious overseers of the universe. So it's so great when the supreme Kai too. It's just a stupid dream. I'm going home. Fuck you guys. I know, right? This shit doesn't exist. This shit ain't real. I'm going home. Done. It's all drunk. It took me to your party. But it's like, hey, als je denkt dat het een droom is, waarom duurt het dan zo fucking lang? Dat is langs een fucking droom, hoi. I know, right? Nu moet je wel wakker worden. Do you see what we have to put up with because of your incompetence, Kakarot? Ik hou van ons. Want ik zei, moeten we zo lijden door die gast, die fucking hier vol. Alright. Fuck. Ik was extra livestream aan het kijken terwijl ik aan het krijgen was in Kingdom Hearts 2. Ik heb al forms gekregen tot de hoogste level dat ik kon. Voor de lijst, de level 1 toch? Ja. Ja. En het is like, wat? Doe ik dat ze. Het is zo snel. Allemaal met extra life. Het is like, fuck. Kid Boo heeft in zijn transmission geleerd. Nou, blaast hij telkens planeten op. Hoe heeft Boo in zijn transmission geleerd, though? Dezelfde manier hoe hij alles heeft geleerd. Hij kijkt ernaar en denkt van, oh shit, dat kan ik ook doen. Maar ja, dus Boo blaast de planeet op. En omdat hij niet dood kan gaan, dan regenerate hij gewoon en blaast hij de volgende planeet op. Dat is een klootzak. Alright. Hoe kan hij zoiets doen? Waarom schiet hij gewoon geen energiebal op zichzelf? Hij is een masochist. Ik denk dat Martin Boe is een masochist. Dat moet overduidelijk zijn. Yes. In ieder geval, als wij onze power levels heel hoog racen, dan kan hij ons voelen en dan teleporteert hij naar ons toe. Genius. En wat stopt hem van deze planeet op te blazen? Hij wil gewoon een leuk gevecht hebben tussen de twee voordat hij het gaat opblazen. Daar ga je. De trackable Z-reden. En zei dat zo'n beetje hoe Dragon Ball Z weet. Vechten doen ze gewoon voor de lol. Wat? De wereld gaat ten onder? Ah, we vechten gewoon door. Weet je, deze commentaar is heel erg anders geworden dan origineel part. Ik weet niet of het origineel ging. Steenpies gaat zat 1 tegen 1, iemand tegen de ene vecht. Waarom vechten niet allebei tegelijk, maar fuck you, dus why is Dragon Ball Z? Wat gebeurt in deze gevecht? Dit spel. Deze laatste baas kan een beetje moeilijk zijn. Ik bedoel, hij doet heel veel schade meer. Hij kan wat vervelende aanvallen hier en daar doen. Maar het is meer vervelend dan dat het moeilijk is, want ik kan mijn maat op 0 schade, dus... Maar het doet eigenlijk niet zoveel schade. Nee, ik bedoel... Hij doet gewoon... Hij heeft gewoon heel veel AP. Je bent gewoon Super Saiyan 3 de hele tijd. Dit is wat je verkeerd doet waar je eigenlijk ook weggaat. Laatste baas wordt best wel makkelijk. Dat wel. Ik denk, weet je wat, fuck, ik doe gewoon random shit. Waarom niet? Dit is wat... Ah, nee, niet deze Kamehameha, doet zoveel schade. Dat Kamehameha, kijk, nu laat je een echte Kamehameha zien. Ja, dit is de echte, ware Kamehameha. Dat is hoe het heet, de Raging Blast in ieder geval. True Kamehameha. Dus die Kamehameha is alleen maar daarom te irriteren, niks anders. Ja.
Oh, en ik had verdraaid dinosaurus staarten. Fucking gruwelijk. Is het niet giftig, though? Normaal gesproken? Giftig? Nee. Houd op, je moet eerst goed koken. Ik kan alle bacteriën lijkt te doden. Zo, hoe is het dan met sensorbeams? Want ik zie dat je sensorbeams hebt. Sensorbeams gaan een volgende heal. Ja, maar waar krijgen ze? Dat je Robi zou moeten geven. Aha. Niet allemaal tegelijk, though, want anders ben je een gierige roer. Dat mag niet. Eén van wanneer de final flash op de laatste levels wordt geel. Leuk feitje. Super Saiyan 2's Vegeta's Final Flash in Raging Blast 2 is blauw. Maar Super Vegeta's Final Flash in Raging Blast 2 is geel. Wat? Ja, dat was leuke feitjes met Jesse van Fortnite. Hoe de fuck werkt dat? I don't know. Even kijken, hier is het ding. Met Super Saiyan 2 heb je elektriciteit om je heen. Die elektriciteit maakt de kleur van de Final Flash blauw. Zie je, ik kan bullshitten. Ik kan wel, hij is nog steeds erg nou alleen maar om jou te irriteren. Dat is niks anders. Het is gewoon nou om tijd te rekken. Je gaat me toch niet voor worden zo. Might as well just blash you with some weak ass Kamehameha. Dus ja, in dit gevecht ga je veel ruilen met Vegeta en Goku. Dat is wel leuk. Ja. En Vegeta wordt vooral geraakt door deze Kamehameha's in dit gevecht. Grappig genoeg, ik denk dat de dikke boer de moeks zegt pens, want doet gewoon heel veel schade. Dus dat is makkelijk. Oh no! Oh wel. Nee, het kan kapot, hij kent het. Hij doet match voor hem. Het is over. Altijd ik het over van nou. Boom. Boom. Missing. Nou doe je doet kikkerot. Yo, it's ready to meet the challenge, even if it's bigger than you are. Hey, weet je wat, er is één. When you become a Super Saiyan, so many years ago it told me your butt, how could the glow lower class hold you and accomplish so easily what I have struggled the whole life to achieve? I lived every single moment the purpose of surpassing you, but no matter how strong I become, your power still exceeded mine. You showed mercy to your faces enemies, you will never thought to kill over revenge, only to test your limits or push yourself beyond them. Goku, I'm trying to compliment you, don't fall over, you dipshit. Goed. But perhaps it was my anger that made me blind. I see it now. This day has made it clear to me. You're better than me, Kakarot. You're the best. En dat ga ik compleet negeren in de volgende sequels. Because fuck you, Kakarot. Dus Ennis, wat wilde je zeggen? Oh, Ennis. Wow, nu ben ik het fucking vergeten. Want andere mensen komen mee. Oh. In ieder geval, we stoppen achter deze steen. We kunnen niet transformeren als hij dicht bij ons zit. Super Saiyan 3 bar boven je. Ja, dat is een werkt niet zo, Ennis. Dat is zo raar. Hoe werkt dat? I'm confused. I don't know. Ik ben nog steeds op. Ik denk met Boer is dat hij ook multiply technieken gebruikt. Alleen de tweede hem is net zo dom als de eerste hem. Dus het maakt niet uit. Zo, ik. De enige reden waarom we zo like, anders klinken dan de vorige opnames is vooral dat we beide ook fucking ziek zijn op dit punt. En het is, sessie 2. Wat niet hoeft te zijn. Nee. Ik weet niet of we nog wat gaan doen hierna. Ik denk van gestoppen gelijk na de twee video's. Ja. Ik moet wel denk ik. In mijn geval is die keuken uiteindelijk toch klaar met verbouwen. Maar die fucking. Aan mijn kant, de linker fucking oor werkt niet en ik wil een extra livestream verder kijken. Ja, die keuken is fucking klaar, maar er zijn dozen uitgepakt en die dozen zijn daar nog steeds in de gang. Bijna een week. Dozen hebben dozen. Pff, je maakt geen grap daar. Je maakt een grap, maar het is serieus. Heb je je melk gedronken, Ennis? Nee. Nadat ik mijn melk en thee heb gedronken, heb ik nu een hele sterke bot en ben ik heel erg Brits. Fuck off. Vegeta, lukt het niet. Ik kan niet de energie voor, like, gebruiken om hem te vermoorden. Wij doen het tegen Vufferen wel. Je kan het niet eens doen, man. Boel slaat met elkaar, man. Wat? Nee, je doet het oké. Okay. Nou, don't give me that. You're better than me, kijk. What fucking better than me? I can't believe you fucking better than me. Ik ben een Super Saiyan 3. Ik ben geen Super Saiyan 3. Ik ben mijn Super Saiyan 2. Is niet goed genoeg. Hij is geen Super Saiyan 2. Hij is Super Saiyan 1. Ik ben daar let the fight back on. Weet je, ik had te veel lol. Toen ging het te lang, dat duurde het te lang. En daar ben ik zwak. Ik moet meteen shield opladen. Hoeveel tijd? 1 minuut. 1 minuut, maar 1 shield opladen. In this fight, a minute could be an eternity. Trek hem al zie je in een nutshell.
It is a waarheid, though. Ja, we hebben 1 minuut, Dennis. Well, it... heb je goede staltechnieks om te bedenken? Ik heb gehoord van de trage bal. Ah, fuck you. Oké, Kappa, hier heb je de Big Bang Attack. Ah, ja, dat is perfect. Zie je, eigenlijk de rest weg gaan worden weggesleept. Zeg, als je nou... Een ander, als je nou, je bent zo snel vergeleken met de bal. Als je nou zo snel mogelijk achter hem kan staan en nog eentje kan schieten, zou geweldig zijn. Ja, als ik geen key aanval gebruik tot op het scherm zit. Maar ja, het werkt om tijd te rekken. Ja, kijk eens aan. Vind je thuis zitten te zeggen, ja, maar 1 minuut kan een eeuwigheid duren. Kijk eens aan, 30 seconden al voorbij. Dit heb je gewoon aan het zeiken. Dit is geen Dragon Ball hier, dit is een video. Dit is geen Dragon Ball hier. Majin Buu verdween! Is hij een goochelaar? Ja, hij gebruikt gewoon instant transmission, like the best. Like the bitch hij is. Oh. Hij doet het weer. Man, wat een hele tovertruc kan hij gebruiken. Waarom de fuck gebruikt hij gewoon instant transmission anyway? I don't know. What's going on? I should have been able to gather all the energy. But that's not fucking working. Mijn gezicht is pijn. Do you think I'm just going to roll over and die for my dick like that with him too? You're nothing. I'm a warrior. The prince will say it. Oh fuck. No, never mind. I'm joking. Joking. Calm down. Stop it. But how long do you think you can continue with this injustice here, cool? It's about to take care of business and the real life battle. Begin live where you can and knock your smell right off your ugly mug, motherfucker. You hit your way with Goku and Vegeta, but now, let's see how you do against the world. Champion! Oh fuck! Oh please, don't hurt me! I was only kidding about that stuff. I wish I didn't beat it! I'm sorry! Come in, Asai! Well. Dus ja, omdat Majin Buu nog in zijn zat en Majin Buu haat van de huurkool, geeft Majin Buu hem een koppijn gegeven waardoor hij Majin Buu moest uitspugen. Hier is Majin Buu. De huurkool kan niks doen. No, not my nose! You defaced the National Monument! What the fuck? Hoe groot is dat fucking ego voor hem? Nee, dat nou. Het is like Donald Trump's ego. What's going on, Kekwood? How long is something wrong? So, when I started to slip. Wanneer gaat Trump die 4 steengezichten weghalen en zijn eigen gezicht uitzetten? In ieder geval. Hey, sorry, ik moet heel veel praten. Maar Goku kan ook geen energie opladen. Blijkbaar omdat hij leeft, heeft hij niet genoeg energie. Maar terwijl hij dood was, was het niet zo moeilijk om Super Saiyan 3 langer vol te houden. Want toen hij dood was, ja, hij is dood. Dus hij kan niet. Dus jij is een beetje oneindige energie wanneer je dood bent. How does that work? In ieder geval, Vegeta heeft een plan. Dus like, wat dacht je ervan? Wat dacht je ervan? Als we like, de aarde terugwensen en de mensen op de aarde terugwensen. En dan hun jouw energie gaan geven voor de spirit bomb. In ieder geval, we hebben hier de drakenbal. Waarom de spirit bomb? Waar het zoveel keer is gefaald, zei Jesse de vorige sessie. Ik was nog niet klaar, en dat is de reden waarom ik nog niks heb gezegd. In ieder geval, ja, ze hebben de drakenbal al verzameld. Want ze wisten zo te zien dat er gevaar al aanwezig was. Dan. Ja, op een dag gaat het gebeuren, dus fuck it, we hebben de drakenbal al. It's like, ze maken niet deze mensen gewoon, ze pakken hem gewoon. Ja, weet je, kijk wat, ik heb een geweldig idee. Wat nou als we de spiritbol gebruiken op de boei? Ik bedoel, het ding dat elke keer heeft gefaald. Dat is tenminste nog 1 keer ja? Gewerkt. 1 keer. Tegen Vegeta? Ja, tegen mij heeft het gewerkt. Nee, je vecht er nog door. Je wordt verslagen door de grote aap Gohan. Het werkt tegen Frieza. Nee. Hij leeft nee, toch even met beste vriend opgeblazen. Bij Vegeta was het duidelijkste. Bij Frieza. Oh no. Weet je hebt de Chocolate Deep gebruikt tegen je slechte vorm. En die heb je toen opgegeten. Dat is geen goed idee, boe. Do you feel it? Yeah, the good boy is losing energy and fast. Oh, you don't last. We're running out of time. Blast it. What's taking Dende so long? Oh, het verschijnt de Endless Thing. Werd gestoord door mensen en we stoppen. Woohoo, we did it. All the people are back there alive. Cool story, bro. Hey, Vegeta, your halo disappeared. And since the evil people weren't with back, I guess that means you're a good guy now. Oh, fuck. Nice. Piccolo staat op niks. Nou, right? Where are we? I think we're back on Earth. No shit. You're going to have Gohan Trunks fight, aren't you? No. It's time, let's do it. Time for what?
the spirit bomb. Being the thing that doesn't work. And honestly, I think we have a better chance if we just put them all back on this place. I mean, Mr. Golem can defeat Kid Buu. In feite, eigenlijk no Kopenhagen. Ik ben gewoon niet, like... Hoe sterk denk je dat 8 bets eigenlijk is? Power level van 8. Terwijl Goku de spirit bomb aan het opladen is, kon hij gewoon niet, like, voor dat deed, kon hij gewoon niet Gohan en de rest hier naartoe brengen voor, om Kid Buu af te leiden. Terwijl hij de spirit bomb opladen. Maar zijn in de hun energie ook nodig voor de spirit bomb? Wat? Nee, niet echt. Ik denk, we hebben genoeg, toch? Maar ja, some pretty strange events have taken place recently. Your planet has been destroyed by Majin Buu, but then in a snap everything was brought back to normal. I can assure you it was not a dream. Majin Buu is still alive and the Earth is still in grave danger. A small group of warriors have been fighting for you. We need your help. We need you all to raise your hands to the sky and offer up your energy so that we can use it to defeat Majin Buu. Now let's begin. Raise your hands now. Who the fuck is this guy? Ah, dat was Vegeta. En wie was hij? Let's do it, everyone. Yeah. Whoosh. It's working! It's working! Dat Star Wars ding erin doen. Wow, dat was weird voice, dat was crazy. Yeah, I'm not giving anyone my energy. I'm in a trash can right now where I belong. Fucking tot. Those idiots don't they care about their own world. They're like children, everything needs to be done for them. I know everything's going to grow up. That's the hold up. Why is they not giving them energy? We have to limit the time. Check this battle. You might as well give up. They are worth saving. Wait a second, Vita. Think about it from their point of view, which would be the space of base that came out of the sky. Well, I mean, it hangt van de stem af. Ik bedoel, I don't know, kan die goede argumenten geven, die stem? Don't let Majin Buu destroy you and your children. It's working, but it's still not enough. Not enough people are listening. Oh no! No, Boo! He's finished. Now, what are we going to do? We need more time. I'm going to kick what hopefully will do. Does it will come to the senses? I'm going to fight. Vind je toch uit zichzelf opgedronken? Might as well drink all that milk and tea. Oh, wacht. Goku heeft allemaal opgedronken. Goku heeft alle melk en thee opgedronken. Hoe kunnen we ooit winnen? We zijn hopeloos nu. Goku zit niet eens een spirit om aan het op te laden. Is het gewoon aan het like, neurien? Charging my attack. Dat was sowieso weer de volgende grap in de bridge. Wat dat is eigenlijk, waarom geen andere Big Bang attack, Jesse? Wat zit je hier nou tijd te verspillen en op te rennen like een fucking mafiaat? Ik kan snel rennen. No, maar de Big Bang attack is leuker. Daar gaan we. Slow down! Ah, fuck! Geweldig. Zo, nu een andere Big Bang attack. Kom op, Jesse, je kan het. Kom op. Een andere tweede Big Bang attack. Ik sloot, ik sla. Ik kan ze ook slaan, trouwens. The fucking slow down. Wat? Ah. Fucking kamakama is echt nou alleen maar om te irriteren. Zo weinig schade. People of Earth, we need your energy, please. Who is this guy? He's different from the other one. I almost believe him. I think it's scandalous. I mean, really, who do they think they are to talk to us from the sky? Are you stupid? They're talking from the sky. I don't know. Isn't that something? How dare they? Who dare they? What a lust to praat. Dat zijn we niks te zeggen, God. Ah, ze noemt hij ons fools. Hoe durft hij? Like, bitch, we doen jou een favor. We redden jouw planeet. Oh, maar dan Hurkel praten, opeens op zo'n lul hoog voor Hurkel. Dat was fucking champ. Ja, precies, de champ is zo, so we must give him the energy. Please don't doubt me, I was working on the cover, that's why I didn't speak to you sooner. My identity secret. Now raise your hands up and let me your energy, so that I can feed Majin Buu. Nothing personal, Goku, they wouldn't do it if they didn't think it was me. And at this point, the only thing that matters is feeding that Majin Buu, no offense, none taken. Fucking idiots. We're doing you guys a favor. Raise your hands! It's the champ! Geen zorgen, Hurkel. Ik word er geen zuurkool over, ik zweer het je. Fuck off. Dat is een goede fucker. Vegeta, get the fuck out of here. Vegeta, de Super Saiyan 3 team speelt. Ze kan hier niet doodgaan. Oh shit, hij is dood. Vegeta, you gotta get out of there, Billy. Wat is dit? Weet ik veel? Waar is dat ding right now, Goku? Hij kent Vegeta. Ik
Kakarot, be a true Saiyan, launch the spirit bomb, don't the crystal effort with the sentimental rubbish? Hercule, je bent een echte held. Hercule, hoe kom je daar zo snel? Hij is een Super Saiyan undercover. Ik zo. Spirit bomb, woosh. Shit, laatst zo te zien alles op, zal niks opgeblazen worden. Man. Ik heb de Spirit Bomb alleen niet opgeladen als een Super Saiyan 3 en het gooit als een Super Saiyan 3. Vergeleken met de originele, dit is veel meer badass nu. Holy shit, is hij fucking sterk. Ga ik wel voor tegenhouden en terugduwen. Oh nee, Goku heeft niet genoeg energie om de Spirit Bomb goed te gooien. Wat gaan we nu doen? Wacht. Man, als Goku de Spirit Bomb goed is, betekent dat de Spirit gewoon tegen hem terugbouwt als hij tegenhoudt, toch? Zou het niet pijn doen tegen Boo? Ik weet niet hoe het werkt. Fuck de Spirit Bomb. Wait a second, Dana, can you hear me? What is it, Vegeta? I need you to come over here and heal Kakarot. I'm sorry, but we can't do that. I used up all my energy teleporting us to new Namek. Sinds wanneer is het kosten energie? Het kost wat energie en zo te zien een super energy, he'll be trying to filter energy and die. What does that matter? Give it a choice. Hercule, tell all the people of Earth we need to roll that more energy. Well, I can't. Damn, if you don't stop pulling, the Earth will be destroyed. Maybe right, but I can't. And it will destroy me. It's been a shameless fake all my life. But all believed in me, they love me. So if I turn my back on them, what will that make me? Not even I can. Sink that low, it would be worse than death to betray them like that. You fool, I was the one who was then they're back to life. If all was there, er is nog één wens over. Wie durft er dan weer te praten van naar mij te vallen uit de lucht? Taste of your own medicine, bitch! Goku, je bent teruggevallen in de Super Saiyan. What? Nu kan ik blinden. Zo ja, dit is één ding waar ik dood aan had vannacht, dus druk gewoon alle knoppen en je gaat er gelijk doorheen. Kijk, ik ben nu Super Saiyan goud, dus daarom ben ik nu sterker dan Super Saiyan 3. Ik zweer, als Super Saiyan, als er nog het volgende seizoen komt van Super, en daar is Super Saiyan goud de volgende vorm, ik word er gek van. Ennis, de Broly movie is een ding. Dat is waar. En nou, Ultra Instinct goud. Ultra Instinct goud, dat maakt sens. Ja, het is eigenlijk normale Goku, maar dan met blond haar zoals Super Saiyan. Maar het is meer goud lijkt, van plaats van blond. What's the difference? Ah, ik don't know, my boy's dead. Is dead, Jim. He's fucking dead. I can't believe Majin Buu is fucking dead. Maybe you'll come back someday as a better person, I hope. I'd like that. We'll have a little one-on-one. Sayonara, I'll be waiting for you, Majin Buu. And so, Majin Buu was destroyed. Goku summoned Shenron on Earth. But we forget about the terror of Majin Buu, blissfully unaware of the horrors that have taken humanity return to their peaceful lives. Head for Capsule Corporation and celebrate the defeat of Majin Buu. Helemaal later, want we moeten nog wat exhibits verzamelen. Oh, de eerste brief om ons te vertellen dat de wereld nu gevaarlijker is, want er zijn allemaal hoger geleveld vijanden rond aan het lopen. En er zijn ook deuren die verspreid zijn bij de oude locaties met hogere levels. Oh, zo dat is wat dat ding was. Bij kan.